Een dame die een volledige mammectomie heeft ondergaan, kunnen wij helpen met een volledige prothese. Hiermee wordt eigenlijk de borst volledig vervangen door de prothese. Een dame daarentegen die een gedeeltelijke mammectomie heeft ondergaan, gaan wij niet een volledige prothese kunnen gebruiken omdat er nog een borst aanwezig is. En dan kunnen wij, gezien de maat van de vrouw en het volume van de andere borst die nog aanwezig is, kunnen wij zo persoonlijk mogelijk het resultaat tussen links en rechts evenaren. Deze prothese kan dan ook in een BH worden gestoken en deze BH is speciaal voorzien van een pochetje, een zakje, waar dat wij een prothese kunnen inplaatsen, zodat die bij alle bewegingen goed op zijn plaats blijft.